De coronapandemie heeft gezorgd voor een leegloop bij sportbonden. Vooral binnensporters zijn massaal gestopt en er is geen nieuwe aanwas. Neem nou judo. Voor de coronacrisis had de judobond 36.000 leden. Daar zijn er nu nog maar 30.000 van over. Het speelt ook bij andere sporten, zoals zwemmen, schermen, klimmen en ook gymnastiek en turnen. Al deze sportbonden bevestigen aan ons dat ze veel minder leden hebben sinds het begin van de coronacrisis. Is het natuurlijk ook niet zo gek. In de lockdown van vorig jaar en die van de afgelopen winter mocht er niet binnen gesport worden. Van de afgelopen 14 maanden hebben kinderen 8,5 maand niet binnen met elkaar kunnen sporten. Voor volwassenen was dat zelfs ruim 10 maanden. 5 maanden bleef deze dojo leeg. Maar nu mogen de kinderen eindelijk weer de tatami op. Toch is het veel minder druk dan normaal. De judobond zag het ledenaantal dan ook flink teruglopen. Het zijn vooral ook de jeugdigen, waarbij dus in ieder geval geen nieuwe kinderen bijkomen. Dus die instroom die is gestokt vanaf maart 2020. En die is ook nog niet op gang kunnen komen. Om het ledenaantal weer een beetje op peil te krijgen is oud-Olympisch kampioen Mark Huizinga ingeschakeld. Hij is de motor achter de campagne Gun je kind judo. Als geen ander ken ik het belang van bewegen. Niet alleen voor topprestaties, maar vooral om goed op te groeien. Om de jeugd weer aan het judoën te krijgen, geeft de bond nu 100.000 gratis proeflessen weg. En het maakt bijna niet uit hoe oud je bent. Vanaf 3, 4, 5 jaar kun je de judomat op. Kun je kennis maken met judo. Kun je merken wat het is om goed te vallen, om weer op te staan. Rollen, bewegen, al die motorische vaardigheden. Ook andere sporten zullen hard aan de slag moeten om het verloren gegaan terrein weer een beetje terug te winnen.